Bij een aanrijding tussen twee bromfietsers gisteren aan de Saramakkaweg te Groningen is de 27-jarige Virgil Comphalius komen te overlijden. De politie van Groningen deed na een telefonische melding van de aanrijding met dodelijke afloop de plek aan voor onderzoek en trof beide bromfietsers op het wegdek aan. Virgil vertoonde geen teken van leven meer. De andere bromfietser is in bewusteloze toestand per ontboden ambulance afgevoerd naar de spoedeisende hulp van het Academisch Ziekenhuis en is ter verpleging opgenomen op de afdeling Intensive Care. Met deze dodelijke aanrijding is de verkeersbarometer gestegen naar 60.